Vandaag gaan we naar het Voorthuizen van 1968. Deze film werd in opdracht van Bartimeus gemaakt, een instelling voor blinden en slechtzienden. Het is de dan pas 17-jarige Evert-Jan van Noorden die zoveel mogelijk mensen voor de camera moet zien te krijgen. Want hoe meer mensen voor de camera, hoe meer mensen er naar de voorstelling komen. En dat is weer goed voor Bartimeus, omdat hij een deel van de opbrengst krijgt. Het was geen leuk baantje, want in Voorthuizen was dat gewoon niet hot. Filmen was eigenlijk, zelfs mijn ouders hebben er nou eigenlijk tegenover gestaan. Als je dat wil, doe maar. Maar niet enthousiast mee gedaan. Wat opvalt is het ook voor die tijd grote winkelbestand. En dat heeft alles te maken met het toerisme wat in die jaren op gang komt. Die kwamen vrijdags aan en die hadden in Voorthuizen allemaal een chalet. Maar die kwamen, werden binnengehaald, die mensen ook. We zijn er weer in april. Ja. En ze kwamen afscheid nemen ook. Hè. Volgende week zijn we er niet meer. En dan, Meestal zijn de inwoners blij dat ze weer opgerot zijn. Heel vaak wel, maar de middenstand heeft de beste. Ja. En nog. Dat is mijn moeder. Dat, ja, die, daar, vanaf daar zijn we eigenlijk begonnen. Dat is de buurman. Oh, de buurman. Die is juist in de tuin wat aan het schoonmaken. Voor zijn, dat is Van Beek, de IFA. Ja, kijk, Van Beek. Dat is later IFA, Spar. En daar zit nu, op dit moment, een schildersbedrijf. Hè? Met mevrouw Van Beek. Ja, dat is de directrice in de winkel. Annie, hè, werd ze genoemd. Ja. Ja. Van de Kamp en Overheem, dat is een loodgietersbedrijf. En die hebben klanten om een nieuwe gaskachel te kopen. Mevrouw Overheem. Ja. Dus meneer Overheem die is bezig met de verkoop van een mooie gaskachel. Die had iedereen toen natuurlijk. Ja, dat kwam, hè. Dat was helemaal in, hè, gas. Ja. De kolen waren voorbij. Hele uitleg hoe dat dan was. Hè. Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Want, nee, ja, ze zijn wat was dit? Wat was het? Gaat er niet meer uit. Dan kon hij in de Wilhelminaschool, daar ben ik van begin af aan op geweest. Ja. Die staat er ook niet meer, die is sinds een paar jaar ook weg. Hè? Ja. Dat is de Griffemeerde Kerk waar je op kijkt, nu de achterkant nog. Dat is de hoofdmoester. Ja. Dus de kleuterschool die erachter zat, die zat achter de Koningin Wilhelmina school. Dat is Café de Lindeboom. Die bestaat nu nog, Café de Lindeboom. Ja. En het wordt nog net zo, is gewoon ook nog zo bezocht. Zal ik een huisje gaan bouwen? Schoolstraat, Schoolstraat. De Vlijt. Ja. En die militairen die kwamen van de Witteberg. Ja, die marcheerden toen nog. Die tijd is voorbij. Kijk op de tractor even naar de kapper, hè? Zo ging dat dan nog. Ja. Meneer Bijvank, de kapper. Ja. En blijf altijd een voorbeeld voor mij. Wacht op je beurt, hè? Ja. Ja, toen ging je gewoon naar de kapper. Nog geen afspraak, hè? Niks, nee. En daarnaast wel een kleine ruimte, hè? Daar kon je nog wat spulletjes kopen. Ja. Dus Garage Versteeg. Ja, dat is tegenwoordig de regiobank, Regiobank, ja. Garage Versteeg met
Riesversteeg. Dat is, dit is Riesversteeg, eigenaar. Ja. Dat is de gereformeerde school. Ja. Met meneer Plantinga zie ik, dat is de onderwijzer. Dat is Nijhoff, die was een hele bekende Floret en Kreitler. Ja, dat was het, en Poeg. En Poeg, dat waren de Brommers. De Brommers toen en ja, met zijn vader. Je ziet dat hoeveel er staan. Zo, en toen op voorraad allemaal. En gezellig. Ja. En ook niet meer, is ook niet, het pand bestaat nog wel, maar... Ja, er zit een antiekzaak in, hè, geloof ik, op het moment. Ja, klopt. Een vouwfiets was toen nog heel hot en in, hoor, als je dat kon laten zien. Dat was wat. Dat is ook al niet meer. Nee. Aris, hè? Kijk, we gaan een Poeg aan het bijstellen. Ja. Dit is van de Kamp en Overeem. Ja. Nee, van de Kamp van Leen. En dat is nu ook dat pand, is nog exact hetzelfde. Ja, hij is ook nog van de Kamp. En dit is Gert van de Kamp. Ja. Mevrouw Jansen, wil ik te herinneren, hè? Ja. Die was de naaister, daar zo ging dat allemaal. Die deze te plekken werd dat genaaid. En mevrouw van de Kamp, hè? Ja. Met de dochter. Dat ben ik nog. Hè? Ik mocht even gaan zitten daar. Ja, en die komt er wel 10 keer op voor, hoor. Met de stropdas voor toen al. Ja, een hele smalle. Was toen in de mode. Een gebreide. Terug. Ja, een gebreide. Komt er terug. Ja. En dit is Bossenbroek. Dit is Bossenbroek met lifting en zijn... Gratis. En dan krijgen we direct meneer Bos. Ik denk 45 jaar verkoper geweest daar. Ja. Ja, mooie stroombas. Dat was meneer Bos, hè? Ja. Maar ook wel bekend in Voorthuizen. Ja, een bosje zei ze altijd. Ja, een paar generaties. Ja. Kon je nog een pak huren als je ging trouwen? Ik ook. Met een korte broek. Dat is allemaal geen probleem. Wat Voorthuizen je biedt, kocht dat elders niet, hè? Nee, dat is waar. En ook nog liefst in het geloof zijn, hè? Liefst dan ook nog bij de gereformeerde kopen. Tenminste, de oudere garde deed dat ook. Ja, heel erg. En dat gebeurt met die gereformeerde gemeente nog steeds. Ja. Dat is de Raiffeisenbank, nu tegenwoordig Rabobank, hè? Ja, met grote ijzerrijken, dat je niet inbrak. Nee. Maar, ja. Kun je nog gewoon geld halen, maar achter de tralies, hè? Ja. En dan meneer Roetering. Meneer Roetering. Zeer bekende. Heel lang directeur geweest. Ja, ook een bekende Voorthuizenbank geworden, hè? Met een grote kluis erin. Altijd zorgen als je om geld kwam, kon nooit. Nee. Als je een zaak wil beginnen, nou, ziet niet zitten. Hij was verantwoordelijk, hè, voor deze. Ja. Echte boer alleen maar. Ja. Hervormde kerk voort. Hervormde school. Hervormde school, ja. Heb jij daarop gezeten? Nee. Ja, 1 jaar kleuterschool. Okay. Toen kwam die nieuwe, kwam die naar de Minaschool. Oh ja. Dus ben ik toen, de andere kant van de weg was dat toen, hè? Ja. Van Zandvoort zie ik lopen. Ik zie nog een... Ja, hier zullen er wel heel veel dorpen uit zijn.
Drosten, ja. De bloemist. Ja. Vrijgezel. Daar ging ik weer even de winkel in, want ja. Die had ook geen klanten. Ja, nee. En die heb ik binnengeroepen. Dat is Klaas Stoffelster, dat was een schoolgenoot. Ja, 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 ja. Die zei, ik wil hier maar even naar binnen komen, bloemen kopen, zogenaamd. En jullie eens kijken, mooie galanterie, mooie vazen. Die zijn er nu nog, ja. Mijn vrouw kwam altijd bij hem voor de zaak, altijd bloemen halen. Nee, Hetshoorn. Hetshoorn, ja. Ja. Vogelhuisje verkocht hij zelfs erbij, hè? Ja. Zie je een bloem en dan vallen gelijk de bloemen eraf. Wat een reclame. Ja, dat hadden ze toch moeten schrappen. Brons, ja, die is heel uitgebreid op die plek waar ze nu zitten. Ja, heel groot. Midden in het dorp. Altijd nog die zakken van 50 kilo zelf dragen. Of dan met een lift. Dit is brons. Ja. Jan, hè? Ja, maar die draagt niet, denk ik, hoor. Hij niet. Nee, nee, nee. Dat is de baas. Ja, ja. Sigaar in de mond, dat komt nog, hè? Ja. Onder je werk. Ja. Een van de vertegenwoordigers van, meneer Kraai, weet ik wel. Ja, Kraai. Ja. Niet Steven zei, hè? Dat nee, was een, nee. Nee. Tenminste, dat denk ik. Die zakken. Van een sjouwwerk, hoor. Nou, hè. Toch een lift. Ja, het eerste stukje. Mercedes, ja, dat was een vertegenwoordiger. Ja, de Mercedes. Dat ja. Kwam goed over bij de boeren. Hè? Ja. Dit is nog maar net weg. Ze hebben nu een paar jaar geleden het verbouwd, maar hadden altijd nog deze luiken om buiten te laden. Dan stond je op de straat, gooide gewoon die 50 kilo's en dan kon je rechtstreeks op je vrachtauto gooien. Dan ligt het school, de openbare school. De Jan de Jagerweg. Ja. En onze openbare school, hè, daar speelden we ook niet zo gek veel mee, want dat was natuurlijk... Nee, dat is gepeupel. Ja, dat... Ik zat ook op de openbare school, dus... Ja, maar goed, dan was en het... En niet hier. Ja. Wij werden niet aangekeken in de christelijke... De molen. Ja. Dat gebeurde vroeger nog wel altijd nog wel rare dingen. Er werd bij ons geschoten. Had niet zo'n beste naam voor het huis. Het is nu een restaurant, het Herdertje. Dat is Garage Versteeg, nog? Ja, nu Garage Versteeg. Klopt. Ja. Te groot. Peter de Groot. Dat is een mooie Morris. Ja, een van de werknemers. Dat is Henk Schep zat er toen op, hè? Ja. Ja. Henk Schep. Opel. Ja, is dat een Opel? Het lijkt me een fort. Buurman zit daar. Buurman, hè? Ja, ja, Versteeg buurman. Ja. Toyota, ja. Heel lang. Toyota dealer geweest. Ja. Een koopje. Dat is Schep. Schep. Ja, directeur, de baas. Slagerij Danteman. Ja. En er waren maar twee slagers, denk ik, het hele dorp. Waar hij toch al... Duiker en een Duiker staat er niet op. Nee, die woonde ook naast de Nooi. Nee. Maar goed, er gingen hier veel mensen heen, buiten het dorp, nog naar hem toe. Want hij had blijkbaar wel heel goed vlees. Ja. Dit is Klaas. Ja, dat is de baas zelf, carbonaatje.
Een vrouwtante was. Ja. Er zijn er al veel overleden, als je het zo ziet. Hè? Je kreeg geen snoepje, een stuk worst. Ja, kijk, een stuk worst, een wat voor stuk, ja, hè? Ja. Ja, dat is de Hoofdstraat, Apeldoornse straat. Ja. Allemaal mooie bomen nog. Allemaal Van Beek, de actie jaren. En daarnaast Kewi toen de tijd, hè? En Van Beek, de groente en fruit. Oh ja, die zat er toen naast. Ook allebei Van Beek, hè? Van Beek was ook zadig, die had niet betaald. Die staat er niet op. Nee. En souvenirs, hè, voor de eerste gasten. Ja. Maar zij had achter ze ook nog een kapsalon. Kapsalon, ja, 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 ja. Zijn broer, dit is Van Beek. Van Beek, die had ook een kapsalon. Dit is Wim van Beek en dan zijn broer Gert. Die had ook een kapperszaak, ja, dus. Maar die ene was heer en de andere was dames. In die oude pandjes. En allebei de sigaren en sigaretten erbij, want meteen de rookartikelen verkopen. Leuk van Middenkerk. Ja. Paul in het dorp. En de vergulde wagen, daar woon ik tegenwoordig. Dit houdt iets drank in, denk ik. Ja. Het schudt een beetje mee. Ja. Galema. Dat is heel lang. Die tapte de eigenaar. Hotel-eigenaar. En café-restaurant. En zalen voor huur. Zijn dochter, Roosje. Ja. Of Roos. Dat is mevrouw Galema. Mevrouw Galema, ja. En dat is Hans Ubbing. Ja, Hans Ubbing van de onze horlogeman, hè? Bekende in het dorp. Ja. Een jatje maken. En een biertje pakken waarschijnlijk. Nogal. En dat is Hein L. Smit. Een van de apotheken in Hoorthuizen. Apotheek, half huisarts, want die wist alles. Ja, die was echt... Ja, dat was ook echt een witte jas dan net een dokter. Ja. Speld. Beneden waren pannen en potten, zeg maar, en dat soort dingen. En boven was een speelgoedafdeling. En dat was Marion Paalstraat. Ja. Die zat bij jou in de klas, denk ik, hè? Ja, ook een klasgenoot. Ik mocht daar nog even passen. De klasgenoten kenden elkaar. Dus ik moest het maar doen als mijn klant waren. Oh, mooi. Ja. Aard van Drie. De rijwielhandel. De burgemeester van Voorthuizen. Hij leeft niet meer. Pas overleden. Dit jaar pas. Ja. Ook dikke 93 geworden. Nou, heel veel bestuursfuncties gehad, vandaar de burgemeester van Voorthuizen bijnaam gekregen had. Voorzitter van de Christelijke Rijwielbond. Dat is zijn vrouw, die vooraan staat. Jansen. Ik geloof dat die drie werknemers had. Ja, dat was heel bijzonder. En waar er twee van Jansen heette en geen familie waren. Ja, geen familie. Dit is een Jansen. Ja. Roze pakje aan, vroeger. Het is Uding. Ja, Uding. Horloge, man. Ja, dat was bijzonder. Die man had een hoorapparaat in zijn bril. En zijn bril
pootjes, hè? Poten, ja. Ja, hele dikke bril. Was heel apart toen. Iedereen dacht, wat is dat nou maar? Dus niet achter zijn oor, maar in het pootje van de bril. En dat was toen al heel bijzonder, hè? Ja. Ja, dan kocht je bestekken, die kocht je. Ja, ja, dat was misschien niet. Ja. Dat is die. Mooi. Dit zal Henk Jansen zijn, neem ik aan. Ja, Henk Jansen, de woningenrichting. Mevrouw Jansen. Van de Koningin de Laan. Ja. Dochter? Nee, dat is de dochter, linkse. Oh, die linkse. Rijkland. Ja, Rijkland. Ja, dat is niet. Ja. Ja. Anders een klant, denk ik. Dat is meneer Jansen. Ja, die is wel altijd zeg vent, moet je ze horen. Dat kent half Voorthuis, ja. Zeg vent. Hè? Dat is een gezicht van hem. Ja, moet je ze horen. Ja, kom mijn meubels uitzoeken, ja. Ja, die had hem. Die meubels zijn nou weer geld waard, hoor. Deze. Ja. Dat was de enige grote boekhandel. Ja. Mevrouw Timmer. En zoon Wim. Heeft ze toch zelf met hem opgezet? De man is doodgeschoten in Putten. Ja, ja. In de razzia meegaan. Ja, altijd ook met stropdas voor in de winkel. Ja, ja. Kom uit de bedsteen, liefste. Weet je niet, je bent al veel te laat. En daar mocht ik ook en weer even wat uitzoeken. Even kijken naar de almanak, volgens mij. Ja, ja, ze zeiden: kijk maar eens wat, dan ja, nou, filmen wij. Ja. Kom uit de bedsteden, liefste. Dat is een van de schoenenzaken in Voorthuis. De kosten luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag. Dat is meneer Veldhuis zelf die ook nog repareerde. Hè, dat ja, zelf van de heuvel. Ja. Een maatje Schuit hier naast hem. Ja. De kachel van de kerk is open. Kijk, hij repareerde zelf hoor. En ieder zit te barsten van de kou. De zoon? De zoon die helpt hem wat. Ja, ja. Worden zo valorig. Ik zag er eentje. En zijn dochters, hè? En de dochters. Ja. Achter, altijd achter die winkels, zijn huiskamer. Indiaantje op de kansel. Firma van Rensselaer, ook een graanhandel. Ja. En dit is Wim van Rensselaer. Zoon van de eigenaar, hè? En later op kantoor, was hem te zwaar. Hè? Ja, ja, ja. Ook al een lift, zie je. Ja. 50 kilo. Ja, ik denk het wel. Graanhandel Voorthuis. Die handel ook in paden. Hè? Ja, kijk, dat ben ik ook nog. Hè? Ja, dat ben ik. Dus even weer dichtbij genomen, met dat busje, zag u? En Dovis? Nee, Dovis. Nee, SSS, sorry. SSS, hè? Ja, dat is de concurrentie. Hè? Grote fout. Ja. SSS, Sport Staalspieren. Geen muziekvereniging. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis? De zaak moet rond zijn over 10. Meneer Schuit rookte al. Ja, die rookte al. Ook al ben je 12, 10. Roda, de politie. Ja, de plaatselijke. Ah, agent, hè? Dorpsagent. Ja, echt een dorpsagent. Gaf geen bekeuringen. En daar was dat ik nog een keertje. Ja. Dit is de korfbalvereniging. Spirit. Spirit, ja.